Goedenavond, het is de sportrubriek van RTV Slingeland. We beginnen met honkbal. De honkballers van BSC Hickory gingen afgelopen zondag op bezoek bij UVV 3 in Utrecht. Een aardig eindje fietsen, maar het resultaat loonde zich wel. Met liefst 25-3 werden de domstedelingen afgeslacht. Er werden tot dusver 8 wedstrijden gewonnen en 2 verloren. En in de stand bezetten de Winterswijkers de 4e plek. Met 6 punten achterstand op de leiders Domstad Dodgers. Maar ze hebben ook 3 wedstrijden minder gespeeld. En als ze die in winst omzetten, dan zit hun koppositie er mogelijk nog wel eens een keertje in. Voorlopig ligt de competitie in verband met de vakantieperiode een tijdje stil. En begin september worden de knuppels weer ter hand genomen. Het WK in Brazilië zit er eindelijk op. Onze oosterburen zijn weer eens wereldmeester en het Nederlands elftal bereikte een vooraf nooit verwachte 3e plaats. Dramatisch hoogte, of dieptepunt, het is maar net hoe je het beleeft, was de uitschakeling van Holland na de strafschoppen door Argentinië. Niet alleen in de huiskamer, maar ook in veel winterse cafés werd deze wedstrijd bekeken. Cameraman Maarten Roemers maakte tijdens deze wedstrijd een kroegentocht en filmde de reacties van de bezoekers. Ook waagde hij zich in het hol van de Oranje Leeuw, tenminste, hij ging naar de Tulpstraat. Alwaar dus een uitbundige oranje versiering de hele straat mee werd opgetuigd. Of hij het bezoek aan deze leeuw overleefd heeft, dat ziet u nu in de volgende reportage. Van RTV Slingeland en ik wens u nog een goede avond.